Hans Nijland is woedend op burgemeester Peter Reewinkel. De algemeen directeur van FC Groningen voelt zich niet serieus genomen in het veiligheidsoverleg met de burgemeester en politie voor de wedstrijd tegen FC Twente. De ontmoeting met de Tukkers staat morgenavond op het programma. De vrije verkoop is aan banden gelegd, waardoor supporters nog maar 2 kaarten per persoon kunnen aanschaffen. Ook baalt de club van het late tijdstip waarop dit bekend werd gemaakt. Die vergunning is pas afgegeven gistermiddag, dinsdagmiddag, notabene pas om 2:30. Ja, terwijl een ieder ook vorige week al kon bedenken dat de kans gewoon reëel is dat je de play-offs haalt. Er is natuurlijk nog maar net bekend dat er een play-off wedstrijd is. Wij hebben dit echt zo snel mogelijk bekeken. De vergunning is gisteren afgegeven, ja, wat ook eerlijk gezegd niet kan. We zijn een volksclub, het moet voor ieder mogelijk zijn om in het bezit te komen van kaarten. Er is ook niet beargumenteerd waarom dit het geval is. Er is gewoon het geval. Er is alleen, door de burgemeester is er alleen geluisterd naar het advies van de politie en niet geluisterd naar ons verhaal. We hebben te maken met een kermis in de stad. Het is koopavond, het is uitgaansavond. En we kijken heel precies dan ook aan de hand van het advies van de politie. Hoe is de veiligheidssituatie? Vaak worden deze wedstrijden tegen FC Twente op de zondagmiddag gespeeld. En de situatie is nu gewoon anders. Dus ik kan niet anders dan zo de beslissing nemen. Niet alleen Nijland is woest op de gang van zaken. Hij geeft aan dat ook zijn collega's er helemaal klaar mee zijn. Ik kan je ook vertellen dat de medewerkers bij onze club, die zeg maar veiligheid in hun portefeuille hebben, ja, eigenlijk ook niet meer gemotiveerd zijn om in allerlei overlegstructuren met de gemeente en politie aan tafel te schuiven. Dus het is bizar wat ik zeg. Ik werk nu bijna 17 jaar bij deze prachtige club. En dit heb ik nog nooit, zo gek heb ik het nog nooit meegemaakt. Ik zou ook heel graag willen, en ik ga daar ook mijn best voor doen, dat FC Groningen gewoon aan tafel blijft zitten waar veiligheidszaken worden besproken. Dat zou FC Groningen ook zelf moeten willen. Het hoort heel belangrijk ook voor FC Groningen te zijn dat de veiligheid van de mensen is gegarandeerd. Nijland ziet het conflict niet zo snel opgelost worden. We hebben met de gemeente Groningen hebben wij gewoon een uitstekende relatie. En dit is toch eventjes een discussie zeg maar tussen de burgemeester en de directie van FC Groningen. En ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, op dit moment zou ik eventjes niet weten hoe dat goed komt. Wij voelen ons ongelooflijk tekort gedaan, niet serieus, gepiepeld zou ik rustig kunnen zeggen. En dat hoort niet. We gaan eerst een goede wedstrijd morgen spelen en dan probeer ik nog eens even weer contact te zoeken met meneer Nijland. Ondanks de regeling hoopt FC Groningen dat supporters alsnog massaal de weg naar het stadion weten te vinden. Kaarten zijn nog tot de aftrap verkrijgbaar in de Euroborg.